Mickey Hoogendijk komt ook in actie. Ja. Mickey, ik ken jou al heel erg lang. Je was actrice en model en persoonlijkheid. Maar wat ben je nu? Beeldend kunstenaar. Beeldend kennelijk. Kunstenaar. Ja, fotograaf. Vertel. Nou, ongeveer 8 jaar geleden ben ik ermee begonnen, toen ik in Amerika woonde. 10 jaar geleden kreeg ik een camera van mijn moeder, een maand voordat ze doodging. En toen zei ze, ik wil dat jij de hele wereld nog gaat fotograferen en je leven vastlegt wat ik ga missen. Wacht even, je vertelt dit nu heel snel. Een maand voordat ze doodging... Ik gaf ze mijn laatste cadeau en dat was een camera. En waarom gaf ze jou dat? Omdat ze wist dat ik naar Amerika zou verhuizen, want ze wist dat ze dood zou gaan. En ze wilde me graag iets meegeven als laatste cadeau waar ik mee verder kon. En dat was een camera. En ik had nooit verwacht dat ik daar nu mijn werk en mijn passie van zou... Want wat is die camera voor jou gaan betekenen dan? Het werd eigenlijk mijn baby. Ik droeg hem overal mee naartoe. En die camera, daar zat zij in. Dus zij was nog bij mij als ik die camera meenam. En dan, ik ging in San Francisco wonen en alles was nieuw. En die camera hielp mij om alles te registreren en vast te leggen. En had je ook het gevoel dat je met haar communiceerde als je fotografeerde? Ja, dat heb ik nog steeds. Zij zit letterlijk in ieder beeld dat ik maak of zo zit zij ergens. Ja? Ja. Wat voor beelden maakte je daardoor? Of daarmee? Mensen. Wat ik leerde door die camera kijken, was voor mij een vergrootglas naar hoe mooi mensen zijn in hun kwetsbaarheid. En dat is iets wat ik als acteur heb ik daar heel lang over moeten doen om me kwetsbaar te kunnen opstellen. Dat is ongeveer de basis van een goed spel. En als mens is dat nog steeds iets waar ik iedere dag weer mee worstel, dat het eigenlijk moet zijn. Maar door de lens zie ik dat bij mensen. En het ging ook niet meer om mij. Ik werd de voyeur. Ik mocht kijken en ik mocht het vastleggen. Werd je ook minder verlegen door de camera? Durfde je meer? Nou, ik ben nooit zo verlegen geweest. Oh. maar het is meer dat ik gewoon meer voelde en zag. En ik werd steeds verliefd ook op alle mensen voor mijn camera. Niet in... Nee, snap ik. En ja. En... Wat heeft dat werk opgeleverd? Ik bedoel niet eens in triviale zin, maar had je tentoonstellingen? Maakte je dingen? Ja, ik ben vrij snel opgepikt in Amerika, terwijl ik nog helemaal niet bezig was van ik ga dit worden of zo. Iemand had mijn werk gezien en binnen een maand hing ik op een grote beurs in Los Angeles. En een week later in Washington DC. En toen werd 's ochtends vroeg mijn eerste werk verkocht. Want de Washington Post had een artikel geschreven over die kunstbeurs en mijn werk, een foto van mijn werk daarbij geplaatst. En dat was eigenlijk het begin van alles wat er nu is. Ik ben nu ongeveer 50 exposities internationaal verder binnen 5 jaar. Hmm. Dus exposities inclusief beurzen en dergelijke dingen. Ja. Dus je bent nu echt een gevierd fotograaf? Nou, ik heb het gevoel dat ik nog maar net begonnen ben. Ja, tuurlijk. Ja. Maar wel 50 exposities. Ja, het is absurd. Ja. Dus ik weet niet precies wanneer je echt begint. En toen kwam de corona. Ja. Waar was je? Ik was thuis en ik zat op de bank. In Amerika? Nee, hier in Brabant. Ik ben 1,5 jaar geleden teruggekomen naar Nederland. En ik woon in een weiland in Brabant. In de brandhaard eigenlijk. En ik zat op de bank en Rutte sprak ons toe. En ik was eerst... Ik was eerst best wel bang. Ik dacht eigenlijk, hoe ga ik dat dan doen hier in mijn eentje, in dit huis? En het mag niemand mij aanraken en ik mag niet mensen zien. En hoe ga ik dat alleen doen? En dat heeft denk ik een week of twee geduurd. Vooral omdat ik maakte me heel erg zorgen over Amerika, waar ik natuurlijk zo lang gewoond heb. Ik wist eigenlijk wel dat dat toch wel heel erg fout zou kunnen lopen. Door hoe het systeem daar in elkaar zit. Door de gezondheidszorg? Ja, dat mensen gewoon niets hebben. Ja, mensen hebben gewoon niks, ja. En 2 weken later heb ik mezelf gewoon de studio ingegooid. En die is ontploft. Ik heb eigenlijk alleen maar werk gemaakt. Ik kon niet... Wacht even, de studio is ontploft? Ja, het is, als je nu binnenkomt, heb ik 3 maanden lang alleen maar in mijn studio kunnen werken. En dat was God's gift, als ze dat noemen. Het was heerlijk om te doen. Maar hoe kun je foto's laten ontploffen dan? Nou, ik ben eigenlijk niet... Ik ben gestart met beeldhouwen. Ik zou 5 april naar Frankrijk afreizen. Ik had mezelf een cadeautje gegeven om 2 weken lang een cursus te gaan doen in beeldhouwen. Want dat wilde ik heel graag. Ik wil dit jaar van 2 naar 3D.
bij een fantastische vrouw die zeg maar de techniek beheerst zoals Rodin beelden kon maken. En dan mocht ik 2 weken 1-op-1 met haar samenwerken. Maar ja, 5 april waren de grenzen dicht. Dus ik dacht, ja, ik kan wel wachten, maar ik mag niet fotograferen, ik kan niet met modellen werken, ik kan niks. En dus ik ben maar begonnen. En, met wat? Ja, met wat? Met ijzerdraad en klei. En heel simpel ben ik een soort van vormen gaan maken van poppetjes van mensen. En ik was ook best wel melancholiek en ik had wel zware gedachten. En ik dacht, wat mis ik nou eigenlijk het meeste nu? Er zijn mensen die ik vast kan houden, waar ik op kan steunen. En overal zeg ik alleen maar teksten over, we moeten hier samen doorheen, we moeten samen sterk zijn. En dat zijn eigenlijk die beelden ook geworden, die representeren dat eigenlijk. Dat gevoel van dat we allemaal ergens vandaan komen en elkaar moeten ondersteunen. Ja. En nu, 2 maanden verder, werk ik met een bronsgieterij en heb ik nu iets van 3 beelden geproduceerd. Super spannend. Nieuw ook weer. Eigenlijk net als fotografie ooit zo nieuw. Wat is dat met jou? Eerst krijg je een fototoestel van je moeder en word je fotograaf, wordt dat je beroep? Ja. Dan kan je niks anders en ga je met ijzerdraad en klei. Als ik het allemaal zou doen, zou het helemaal nooit iets worden. Maar dat weet je niet. Dat weet je niet. Nee, dat weet ik niet. Maar wat is dat in jou? Wat drijft jou om dit te doen allemaal? Ja, ik heb een heel intrinsieke behoefte, denk ik, om dingen te maken. En ik voel me eigenlijk altijd een meisje van 8 of zo in mijn studio. Dus dan zie je ook geen beren op de weg en is niets eng en begin je gewoon ergens aan. Ben je ook eigenlijk een meisje van 8? Nee, ik word 50 dit jaar. Dat wordt een beetje gek om dat te blijven zeggen. Maar ergens in mijn hart, denk ik wel. Ja. 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 En nu, hoe verder? Want ja, blijf je dit doen? Pak je het fototoestel? Dat gaan we zien. Kijk, door corona stond ik alles stil. Ineens alle beurzen werden afgelast, alle exposities werden afgelast. En nu gaat het heel langzamerhand, gaan dingen weer opstarten. Ik heb 2 juli grote opening in Antwerpen. En dan gaan we een soort van carousel bedenken. Dat mensen van de ene verdieping naar de andere kunnen lopen in kleine groepjes. En ja, dat kan natuurlijk allemaal niet zo groot als dat we het wilden doen. En dan ga ik een beeld neerzetten en eens kijken wat de reacties zijn. Ja. En ik probeer empathiecomité het op te pikken. Ja. Nou zitten we hier bij cultuur in actie. Ja. Waar zit jouw actie? Wat is jouw hartekreet nu? Nou, ik ben... Mijn peetmoeder was Hans Snoek, de oprichter van het Scapino Ballet. Hans Snoek en haar man Erik de Vries, de eerste televisieregisseur van Nederland. En die mensen hebben mij opgevoed met kunst en cultuur. Zij sleepten me mee naar balletvoorstellingen, naar het museum. Altijd en overal. En ik weet gewoon hoe belangrijk dat is geweest. Als je daar toegang toe hebt. Dat het er mag zijn, dat het mag ademen. En toen ik hier vandaag binnenkwam, voelde ik een enorme rare emotie. Dat alle mensen in de culturele sector worden een soort van afgeknepen. Terwijl het natuurlijk eigenlijk hun eerste levensbehoefte is om überhaupt iets te maken en te kunnen spelen. En die mensen zijn instrumenten. Een balletdanser doet er jaren over om te worden wat hij is. En nu stopt er iets. En ze moeten nog heel lang wachten. En ik maak me daar gewoon heel erg zorgen over. Dus ik ben hier eigenlijk ook met de vraag, wat kan ik doen? Wat kan ik voor die mensen doen? Wat kan ik voor de culturele sector doen? Dat het toch door mag blijven gaan. Ja, nou Mickey, in elk geval kan je hier tekenen. Zeker, zeker. En heb je ook een idee namens hoeveel mensen je tekent? Dat ja, in dat weiland in Brabant. Dat vind ik heel lastig. Ja. Het is dus, de bronsgieter hebben. Nou ja, we hebben de bronsgieterij, dat zijn 15 mensen. We hebben de Fine Art fotoprinters in Amsterdam, dat zijn er ook 15. We hebben natuurlijk galerieën, het bouwen van stands, musea. Alle ja, mensen die exposities weet, ga je de hele wereld. Nee, maar, bedoel, maar als ik het klein hou, klein, dan zijn er ongeveer 30 mensen die toch altijd wel met me bezig zijn. Zeker. En je moeder. En mijn moeder, ja, absoluut. Ja. Doe lekker 31. Ik doe er 31. Oké. Okay. Dank je. Mickey, dank je wel. Succes vandaag. En het ga je heel erg goed. Goed. Dank je. Dank je.